Nou, er zijn nieuwe cargo broeken binnen met die grote zakken erop. Onder zitten er boordjes aan, dat is van dezelfde stof. En dit noemen wij een viscose wintertravel. Dat is een 95% viscose, 5% elastan. Maar net wat dikker als een travelstof, dus dat is fijn voor als het weer wat kouder wordt. Maar het voelt ook gladder als een gewone viscose. En natuurlijk met lekker veel stretch erin, dus heel veel comfort. Twee bandplooitjes hierboven erin en boven een elastische taaierband. En dan hebben ze heel leuk, dat zag er wel grappig uit. Alleen ik vind die riempjes niet zo fijn. Zo'n panterriempje inzetten. Maar dat is met zo'n gesp, ja, daar ken ik niks mee. Ik moet altijd een gewone riem hebben. Nou, de riemen die wij hebben zijn 14,95. Die hebben in verschillende kleuren. Maar deze, ja, dat ziet er op een hanger dan weer leuker uit als dat er geen riem in die broeken zit. En daarom doet de leverancier dat. Boven heb je gewoon een elastische taaiband. En dan is het 1 maat. Ik had mijn riem er niet goed doorheen, zie ik. 1 maat. Nou, ik heb maat 38. Op de website staat er daar ook allemaal bij. En dan zie je dat er nog genoeg bij kan. Dus tot en met maat 42 kan dit makkelijk. Echt een mooie broek. Ik denk dat ik hem meeneem. Het zit zo lekker. En ik vind dat dan ook weer eigenlijk, maar dan heb ik dat nou weer net niet bij de hand, een blazertje of zo erop. Hè? Dus dan maak je daar sportieve en daar stoere toch weer wat netjes af met een blazer. Ze zijn 49,95 en ik heb er nu een nieuw truitje op met een driekwart mouw. En dit is een alpaca turtle pullover, hè? Die zijn wat hoger aan de hals. En daar zit wat wol in. Er zit alpaca wol in en gewone wol. En dan moet je altijd rekening houden dat daar dan echt wel zo'n laagje, zo'n harig, pluizig laagje overheen zit. En wol, dat is niet dat hier nou haartjes op zitten, maar dat is echt puur de wol die zo verwerkt is, zeg maar. Kijk, hier zit dan ook. Hier laat ik het zien, hè. Zulke soort pluisjes, dat hoort erbij. Voor het geval dat je denkt van, nou, hier zitten allemaal haartjes op. Maar dat, ja, het valt niet op, hoor. Als ik het zo zie, dan ziet het bijna niet. Maar ja, dat is een eigenschap van wol en dat hoort erbij. En op zwart zie je dat dan net wat meer dan op een andere kleur. Ik moet zeggen, maak het nou wel erger dan het is, want je ziet er eigenlijk niks van. Die truitjes zijn 1 maat, 39,95 en die kun je dragen tot een maat, ja, 40 zeker. Ik ben altijd een klein beetje voorzichtig, hè, want we hebben een ander retourbeleid dan andere webshops. Ik zou zeggen tot 40, maar ik denk 42, maar dan moet je even komen passen in de winkel. Dat lijkt me dan het beste. 39,95 zijn ze. Nou, de schoenen. Die zijn nieuw binnen. Heb ik hier nou nog 1 paar staan? Ik ben een filmpje aan het maken. Ja, Jos, ga even naar huis, want onze Rens moet de bus hebben. Is goed, doei. Doei. Jullie hebben daar die Glowy Snicker staan, of niet? Die kleine. Dan kan ik die nog even laten zien, want die zijn nieuw binnen. En ik denk dat het eigenlijk wel weer zo'n bestseller is. Sowieso zijn op het moment de schoenen en de laarzen gaan heel snel. Maar dit vind ik toch wel echt een supermooi sneakertje. Ziet er heel luxe uit. 49,95. Dit is een soort tweedstof. Hier lijkt het een nubbuk-achtig iets, rubber-achtig iets. Mooi die steek eromheen, mooie veter erin. De binnenzool die kan er eventueel uit, zodat je er een eigen zooltje in kunt leggen. Je moet kijken hoe mooi als je zo allemaal in het zwart bent en dan die schoentjes erbij. 49,95, maat 36 tot 41. Ik vind ze goed op maat vallen. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.